De scheldkanonades in combinatie met een vreselijke ziekte die Marga op social media te verwerken kreeg, waren voor haar extra pijnlijk omdat haar ex-man Jan van Ingen, van wie ze enkele jaren geleden scheidde en met wie ze 3 kinderen heeft, ernstig ziek is. Jan is rond mijn verjaardag op 2 juli thuis ziek aangetroffen door onze zoon Jim, vertelt Marga geëmotioneerd. Jim zei al een paar dagen, het gaat niet goed met pap en is toen bij hem thuis gaan kijken. Jan kon niet meer en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf dat moment heeft Jan 2 maanden in het ziekenhuis gelegen, omdat de doktoren in eerste instantie niets konden vinden. Uiteindelijk blijkt Jan een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker te hebben. Toen ze dat wisten, kreeg hij meteen chemokuren. Hoewel Marga en Jan al lang niet meer samen zijn en de zangeres een relatie heeft met haar voormalige manager Ludo Voeten en met hem in Oosterwijk in Brabant woont, bezoekt ze haar ex-man wekelijks. Ik heb 30 jaar met Jan samen geleefd en hij is de vader van mijn kinderen. Dus ik steun Jan daar waar ik kan. Kijk, er is mij best veel aangedaan in ons huwelijk. Ik ga niet zomaar weg. Maar uiteindelijk moet je er toch voor elkaar zijn en dat doe ik nu voor januari.